Hey meiden, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Alice Olsthoorn. En vandaag is de dag eindelijk aangebroken dat we auditie gaan doen voor K3. Jongens, ik ga jullie heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal van de kaart, helemaal van de rel. Miss Klaasje! Miss Klaasje gaat uit K3 en mijn kinderdroom kan gewoon eindelijk waar worden. Ja, zoals jullie weten heeft ongeveer een week geleden K3 aangekondigd dat Klaasje weggaat. Ik weet niet waarom. Ik snap het niet. Waarom zou je in godsnaam ooit uit K3 gaan? Ik ben geschokt. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Dus dat doen we bij Klaasje ook niet. Wij gaan auditie doen voor K3. Kijk, als het aan mij ligt, kom ik er zo in. Maar goed, dat dacht ik ook met Idols en daar was ik ook zo uit. Ik stem nee. Nee. Dus we gaan zien hoe ver we komen. En misschien worden we uitgenodigd voor de audities. Auditie op studio100.com. K3 gaat door. Dit najaar gaan we op zoek naar een opvolgster voor Klaasje. Misschien wordt het deze keer toch een opvolger. Iedereen die 3 shows per dag aan kan, is welkom. 3 shows per dag! Ik weet niet of ik het nu al aan kan, maar als ik even die extra vetjes verlies, kom ik er zo. Nieuw ding is dus, je kan ook als jongen je aanmelden. Dus toen dacht ik, nou daar is mijn kan! Dat bedoel ik niet op die manier. Ik bedoel het meer in de zin van, mijn register is vrij mannelijk. Ja, we kunnen er lang of kort om draaien. Er zit een mannelijke tank in. Vorige keren dacht ik van ja, ik kan wel leuk auditie gaan lopen doen, maar ik ga die hoge piepstemmetjes niet halen. Zin in de Alice in Wonderland voorstelling. Alice in Wonderland. Niemand, alle jongens in mijn Tinder DM's. I don't know, William! Man, vrouw, zeg ik liever niet. Ik zou niet waarom ze dan niet zo gewoon non-binary erbij zetten. Want het is niet zo als je non-binary bent dat je het dan niet zegt. Vrouw, we gaan ze nog even de val inlokken. Wat is je beroep of studierichting? Ik heb aan de Universiteit van Flopsaland gestudeerd. YouTuber. Zij die dat binnenkrijgen en meteen denken, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Ik heb echt YouTuber ingewikkeld, wat lelijk. Waarom wil ik deel uitmaken van K3? Ga ik zo'n tering saai? Ik wil dat het inclusief wordt. Verhaal ophangen. Ik luister mijn leven lang al naar K3. Ze zijn de blueprint. Wait a minute, hold on. Zou het een enorme eer vinden om van dit team deel uit te maken. Ik ga toch giechelen. Als ze ook maar één ding van mij opzoeken, dan vinden ze video's van mij waarin ik schreeuw dat ik dood wil. Dat ik zing over seks. Maar misschien werkt het juist wel goed. Misschien heeft Gert wel een kinky bui. Dan denkt hij, I wanna try a different kind of snatch. Ik moet mijn plek afstaan. Heb je muzikale opleiding of ervaring? Ik weggestuurd bij de auditie van Idols en het conservatorium. Wel heb ik een virale hit genaamd Clownerij. Of ik nou in K3 kom of niet, ik wil een Clownerij remix. Ik wil een Clownerij remix met K3. Maar eerlijk, K3, de circus era, dat ze naar een circus toe gaan en een film. En dan allemaal circusliedjes. De leeuwtjes door de hula hoop. Ik heb al een hele banger voor ze geschreven. Heb je een dansopleiding of ervaring? Jongens, als ik iets niet kan, is het dansen. De club kan ik me botten schudden. Idols, helaas. En hotter than my dog. Maar daar zal niemand me meer van herkennen. Heb je nog iets dat je ons wil vertellen? Ik zou het ook prima vinden om gewoon een liedje voor jullie te schrijven. Weet je, als je de lat laag legt voor jezelf, kun je hem nog steeds misslaan. Je hebt hier een foto van jezelf. Nou, helemaal prachtig, meiden. Zou je zelf kort veer, zing of dan. Video mag je zelf online plaatsen via YouTube, via Vimeo, IGTV, Dropbox, WeTransfer. Deze hoeft niet publiek te staan, zolang wij de video maar kunnen zien. Hier gaan we het niet over hebben. Hoi, ik ben Alice Olsthoorn. Ik ben YouTuber. Ik maak muziek. Ik maak gekke liedjes, grappige dingetjes. K3 luister ik al sinds mijn 5e. Ik ben ook bij jullie theatershow geweest. De Alle Kleuren Theatershow. Als jullie de wat rauwere, heftigere kant op willen gaan, dan ben ik jullie kandidaat. Afrika tot in Amerika van op de bus. Ik heb helemaal niet geoefend hiervoor, meiden. Mensen die nog niet eens de moeite doen om te kijken waarvoor dat ze zich inschrijven, dat gaat niet. Van tot in Amerika, ja wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. Rek je hand naar me uit, leg ze in de mijne. En laat ons dromen. Hier even een knipje in, zodat het goed doorloopt. Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.
Nou meiden, dit is er. Ik gok dat ik niet word uitgenodigd, maar we gaan het zien. Weet je, we gaan het zien. Misschien sta ik daar strakjes wel. Kuma, kuma, hey. Oh, maar zonder grappen jongens, ik hou van K3. Als je like en subscribe en dan zie ik jullie de volgende keer weer meiden. Ik heb excuses voor de gehoorschade. Ik ben blij dat het voorbij is.